Een lang gekoesterde wens van bisschop John Kent is donderdag in vervulling gegaan, namelijk de uitgifte van een bundeling van 13 preken en toespraken, genaamd Een hoopvol leven. De 13 preken en toespraken hebben betrekking op Advent, Kerst, Oud en Nieuwjaar van 1996 tot 1998. De preken en toespraken hebben als rode draad het thema hoop. De presentatie van het boek is gehouden in de multifunctionele zaal van de Combi-kerk. Het boek is op een speciale manier gepresenteerd aan het publiek, namelijk door middel van presentaties en met de verkoop van souvenirs die betrekking hebben op het boek. Op die avond heeft Vision Poeren, motivational speaker, een presentatie gehouden over zijn website kaarsjes.sr en wat het doel van de website is. Ik wil het hebben over de website kaarsjes.sr. Daar kan ieder een kaarsje aanmaken voor any moment, als iemand jarig is, als je iemand hoop wil geven, als iemand geslaagd is, als iemand is heen gegaan. En ook de mensen die hoop nodig hebben of hoop achter, kunnen op de website een kaarsje aanmaken en dat vragen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om artikelen te lezen die door de psycholoog en mijn persoon worden geschreven. En op basis van wat we zien, wat voor kaarsjes er aangemaakt worden, schrijven we artikelen. En niet heel veel te vertellen over de website eerlijk gezegd, maar ik wil het wel hebben over de ontmoeting tussen de psycholoog en mij en hoe dat ons samen heeft gebracht om dit project te realiseren. In mijn vrije tijd bezoek ik mensen in het ziekenhuis die geen bezoek ontvangen. Omdat ik erin geloof dat juist tijdens die dagen mensen heel veel liefde en warmte nodig hebben. En heel vaak vraagt men mij, waarom doe je dat? Ik zeg altijd, ik werk met de vraag en aanbod. Volgens Desiree Perwijk, die een presentatie gaf over het thema leiderschap en hoop, ging in zijn presentatie in op de visionaire toespraak voor vrijheid voor blank en zwart over gelijke rechten voor alle mensen van de overleden Martin Luther King Jr. Op de dag zullen mijn 4 kleine kinderen leven in een natie waar ze niet zullen worden beoordeeld naar de kleur van hun huid, maar naar de inhoud van hun karakter. I have a dream today. Hitler, onze hoffnung. Hitler, onze hoop. Net tegenovergestelde. Waar juist de rassenscheiding de basis is voor een nieuwe rijk. Waarin het aardse ras zou overheersen. Hij had een extreem racistische nazi-ideologie. Dat leidde tot een systematische uitroeiing van miljoenen die als niet voorwaardige mensen gezien werden. Dat is dus Desiree Perwijk, een van de gastsprekers tijdens de boekpresentatie. Hij sprak donderdag over het thema leiderschap en hoop tijdens de presentatie van het boek Een hoopvol leven van bisschop John Kent. De presentatie is gehouden in de multifunctionele zaal van de Combi-kerk.